Maar iedereen weet dat houthalen dit jaar machtig is en ernstig geïnvesteerd heeft in buitenlands talent. Leuven start snel, maar houthalen volgt op de voet. Howell maakt 4-4 en wil premies rapen. Hij heeft namelijk nog een fikse boete lopen bij de club wegens laat-tijdige terugkeer uit de States. Kiva start slordig en laat nogal wat vrije worpen liggen. Leuven legt de tempo hoog, maar zowel Bullock als Jerome hebben hun dagje niet. De korf hangt te hoog en de Limburgse verdediging zet Leuven klem. Het is Philippe Gebaren die de thuisploeg recht houdt. Na 7 minuten brengt hij 15-6 op het scorebord en hij zorgt ook voor de volgende punten. De Baren is nu voor zijn derde seizoen in Leuven en breekt nu pas echt door als drager van de ploeg. Hij behoort tot de topscorers in België. Naast Howell is Mo Smit de tweede zwarte Limburger. Hij scoort hier voor 21-15 onder het stalen oog van de Leuvense burgemeester. Bij 23-15 vraagt Houthalen zijn eerste time-out. In de Leuvense gelederen motiveert Tony Souverijn zijn vijftal. En dat is nodig ook, want Bullock zit in de klem van de Limburgse Amerikanen. Meilaert is ondertussen ingekomen voor Freinich en Bruinings voor Ter Klavers. De Mo vervangt Jerome. Er zijn nog 4 minuten te gaan. Bij 31-28 mist de Baren. Maar met een machtige driepunter zet de jonge Piet Hoogmaertens de gelijkstand op het bord voor Limburg 31-31. Bij de pauze is het 37-38, Houthalen toont zich de sterkste. Iedereen weet dat zij een heel goed buitenlands duo hebben. Het is geen excuus van onze kant, maar Jerome heeft nu toch 3 weken niet getraind. Dat is pas donderdag. Zeer gisteren toch beginnen te trainen en dat heeft zich toch duidelijk laten voelen. Omdat bij ons is Jerome toch zo wat steunpilaar van de ploeg. Jerome loopt er trouwens ook de tweede helft gefrustreerd bij. Hij mist zijn training. De man die de fysische en psychische steun van ABB Leuven is, in moeilijke momenten, sleept zich vandaag zonder inspiratie door de match. En natuurlijk laat Houthalen zo'n kansen niet liggen. Frenich blijft kalm en kan tussendoor voor een opkikkertje zorgen. Maar de bezoekers dikken hun voorsprong met regelmaat aan door een paar soepele driepunters. En het Limburgse publiek geniet. Drie minuten voor het einde brengt Vinnie Arendel de 20-puntenkloof op het bord. De Limburgers zijn tevreden, ze voeren hun applauswissels uit. Gerrit Ter Klavers maakt met een paar driepunters de kloof nog een beetje kleiner. 77-86 is de eindstand. De ontgoocheling bij Leuven wordt door de coach echter gerelativeerd. Je weet dat je met deze ploeg moet werken, keihard werken. En zelfs vandaar met die nederlaag dat we leiden, zijn die jongens er blijven voor werken. En dat moet ik hen appreciëren. En dat is toch de enige manier om met deze ploeg puntjes te sprokkelen. En die sprokkelkans zit erin nu zaterdag 13 januari met de thuismatch tegen Saint-Louis. Dat is de Rode Lantaarn.